De vastelavond komt er bijna aan. Ik ben eens benieuwd of we het daarover gaan hebben. Bieden ze het inval natuurlijk. Het is bijna vastelavond. We hebben Pekske al klaar, lijkt tenminste ik wel. Geer misschien nog niet, weet ik niet, gewoon er wel vanuit. Maar we hebben natuurlijk niet alleen een Pekske, we moeten ons ook schminken. En er is zoveel voor te doen. En hier bij Café de Pauw, daar zijn ze toevallig aan het schminken. Goedenavond, dames. Goedenavond. Met wie zit ik hier aan de tafel? Met Marissa en Cindy. En je zit aan het schminken, dat is duidelijk. Ben net klaar. Kent ze ons dadelijk wel nog gaat laten zien? Jazeker, ik heb er een paar metgenomen. Oké, dus die kent ze staat nog gaat laten zien. Hey, dat ziet er schoon uit. Wie heeft ze dat gedaan? Dit hebben we gedaan met split cakes. Dat zijn deze. Kent ze met een spunsje door haar haar. Mm-hmm. Deze meneer. Dan zit ze het aan. En dan draait ze heel lichtelijk rond en dan krijgt ze heel leuk de kleuren overlopen. Ja. Dit is inderdaad gewoon met een penseel gedaan, schmink erop gelag en uitgevreven. Dus dan krijgt ze een soort effect, alsof dat dus wegloop. Ja. Dit is gewoon met een penseel erop gezet en dan de lijnen zien omlaag met een heel fijn penseelje. Mm-hmm. En dan is afwerken natuurlijk, gaat sterkjes en gaat stipjes en een beetje glitter. Oké, en als je zo'n glitter wil gebruiken, dat, wie gewoon echt dat doen? Kent ze dat gewoon gelijk erop doen? Of dat kan ze gelijk erop doen, maar nu blijven we niet zitten, want het is geen vochtige ondergrond. Dus die doen dat nu erop, en die doen zo, en dan is het en dat is straf. Oké, wat doe ik de onder dan? Schmink. Gewoon schmink? Gewone schmink. En dan druk dat tevens met de vochtige schmink, waar Thomas en het op doen, druk het vervolgens op. Oké, goed. Dus eerst, we hebben deze als foefjes. Ja. Maar ik zie hier en dan liggen deze angers. Ja. Kent ze sterke met zitten. En kent ze er ook even goed met draaien of alleen echt sterke? Nee, echt alleen sterke. Als ze gaat draaien, dan krijgt ze natuurlijk uiteindelijk ook een rondje. Oké. En ik zie zoiets. Ja. Ik zie zoiets. Nou, dat kan ik tegen direct laten zien. Dit is gaat geweldig. Schmalen. Dat is redelijk nu. Terwijl zorgen dat ze penseel continu in dezelfde richting erop liefst gooien. Ja, dan krijgen we natuurlijk een vettige zooi. Ja, ja, maar ja, dan haalt ze de kleur ook doorheen. Ja, hè? Ja. Dat is wel de bedoeling dat ze de kleuren doorheen haalt. Dan kan ze er fijntjes met maken, krullen, bloemen, rozen. Daar kan ze zoveel leuke dingen mee maken. Nou, welk effect krijg je ermee als ik dit nu gebruik? De overloop, van kleur naar kleur. Zonder dat ze hoeft te gaan overlopen en met één penseel hoeft gewoon liggen te... Dit is het rukje, zeg maar, dat ze die omleaning hebt. Ja. Ja. Kijk. Door het even rap voor. Als ik er normaal gesproken gaat meer de tijd voor gaan. En dan kreeg ze in principe wie deze. Dus ik kan schablonen gebruiken. Ja. Ik kan glitters gebruiken. Maar dit is weer een andere glitter. Dat is een glittergel. Oké. Okay. Dit brengt ze vochtig op. Ik vind het fijnst om dat inderdaad met een penseel te doen. Dan kan ze het net precies aanbrengen. En dan kan ik zeggen, hey, waar is even hier dat tandwieletje, dat mist nog een beetje. Ja. Net dat extra. Nou, dan ligt ze dat zo erop. Oké. Okay. Als de schmink al droog is, oftewel ze inderdaad net dat. Kan ze net preciezer werken. Ja. We hebben nog wimpers, we hebben nog steentjes. Wimpers sowieso, die maken het af. Nu hebben we deze dag bij haar maar wimpers opgezet, maar het kreeg er tussen hier een troon het oog van, hè? Hebben ze dan proefjes voor om dat tegen te gaan? Ja en nee. Ik zelf, ja, bij mij lukt het gewoon eigenlijk altijd. Bij een vriendin van mij lukt het ook gewoon nooit. Dat is zodra dat zich erop gaat concentreren, dan houdt het ook te lang open. En dan gaat het dus inderdaad lopen. Ja. Het is gewoon een kwestie van eigenlijk rustig blijven. En moest ze nu een wimper juist wel of juist niet op schminkplekken of op een ondergrond? Moest ze echt op de huidplekken? Dan moest het op haar huid net boven de wimperplekken. Ja. En dan vervolgens geeft ze de nog met een eyeliner linken door langs af, zodat ze dus niet de lijm kunt zien of het randje hoe inderdaad de netwimper begint. Ja. Dus om dat eigenlijk te camoufleren, moest ze de nog pas in een eyeliner gewoon zetten. Okay. Wil maar ze dus het... niet op de schmink, want dan leurt het sneller los, neem ik aan. Ja, dan leurt het sneller los, want op het moment dat ze toe inderdaad begint ze te zwijten.
ja, de douche werd zie je ook. Dus dan werd hij lean, werd vervolgens weer heel wijk en een lutterlos. Ja, halverwege de avond. Dan heb ze hier zo'n ding hangen. Ja, ja, dat is niet de bedoeling. En wat heb ze nu precies erop geplakt? Ik heb hem nu in het midden hier een bloemke opgeplakt. Mm-hmm. Zo'n steentje, die zijn zelf klevend. Ja. En ik heb ze daar ook dingen inderdaad heel erg met opleuken. Vooral voor kleine kindjes, die vinden het geweldig. Met een of andere prinsessenmasker of zo. Die ja, vinden maar het... dat is bling bling. Ik vind dat ook geweldig. Ja, die vindt ze het ook leuk, ja. Dat is toch inderdaad, ik zie mannen niet zo snel inderdaad bling bling gebroken. Nee. En het zijn net die kleine dingetjes, zo'n klettertje. Die taille waar het ja, net afmaakt. Dat is inderdaad net hetgene wat het afmaakt, ja. Maar doe, heb ze nog twee proefpersonen te bieden? Ja. Dus je kunt ons nog het ene lange laten zien. Ja, maar dat moet wel beter lukken dan zijn dijkant, hè. Ah, dat gaat wel goed komen, toch? Uiteindelijk wel, ja. Goed. Nou, dan gaan we voor die proefpersonen de bie halen. En dan gaan we nog even naar Angergast in de kroeg. En dan komen we dadelijk kijken naar het resultaat wat het geworden is. Dat is goed. Ik amuseer me wel. Goed. Allereerst goedenavond. Ik heb hier bij me zitten André Peters, de grootvorst van Remun, zal ik zeggen. Hè? Zo is het toch, hè? Ja, zo ben ik bij de Neumen. Ik ben de grootvorst van de Vijfmies en ik ben ook gespreksleider voor de SRV. En ik wil ook de lui ook neer op stang drieven. Hè? Want dat is het kunst natuurlijk in Remun om te zorgen dat ze met elkaar samen, dat was al een keer vieren. Ja, dat zei ze net al, met in Remun, gezamenlijk de vastelavond vieren. Remun is heel uniek. Want iedere week, het zijn eigen prins, liggen zoet. Wie is dat eigenlijk in zijn werk, jongen? Wie is dat begorsten met? Nou, ik denk dat, dat Remun, wat dat betreft, niet veel aardvlieg van Angerstee. We hebben ook meerdere prinsen. Maar Remun is het eigenlijk allemaal een beetje geregeld. We hebben Remun 15 weken, waarvan 14 aangesloten zijn bij de samenwerkende Remunse vastelovens. Dus dat betekent namelijk dat ze het ene niet is aangesloten, de plekkers uit het Meren, om heel moverende reden. Het is ook heel lang geweest met de kwekkerten uit Boekel, die sinds 3 jaar ook actief zijn binnen de SRV. En ja, dat is een oude zeer ontstaan. Hè. Vroeger had ze de Vijfmuus en de Nuul, of de Nuul en de Vijfmuus, bedenk het maar. Dan kwamen de Ulen op het stadhuis. Natuurlijk alle stadsvastelovensverenigingen in heel Limburg, de SLW, samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen, die proberen dat alleenrijk in die steen te bewaken. Nou, in Remun waren er geen protesterende verenigingen. Daar was veel meer tuinhaggedissen met Frans van Elwijk, Leken op zijn Azenrooi. In Neel hebben we het een paar gehad. Die flink tegen dat alleen zijn. De eerste onder de gelieken, de kind zetten, dat vooral. Nou, uiteindelijk is dat in de jaren 80 is dat het een enorm geboets. Toen waren we nog maar met een paar verenigingen. Mee. Dat waren de Uel, de Vijfmuus, die drie in Neel die geannexeerd waren. En daar waren Goebertus bij en de Kijkertoes. Donderbulles aangesloten. Veel later is de Kidsduil aangesloten. Daarna zijn de Hofgangers aangesloten. En bij de volgende annexatie kwam de Waterratten. En bij die volgende kwamen Vader Aartje, de Hopslokkers en de Kwekkerten. Dus samen 15. Waarvan, nou, dan moest ze aansproken maken om met elkaar door één deur te kunnen. Eén lot te spreken op het stadhuis. Dat heet 0,0 waarde. Dat is bekend. Dat geeft altijd wrijving. De katers hebben niet van niks kateren met de volk naar de stad neergezet. Een prachtig beeld. Daar zijn ook wel eens een keer veren doorgeknipt van een prins van de Nuul in het Neelse. Dus daar is heel veel strijd geweest. Dat is ook strijd geweest. En op een gegeven moment hebben die van de ULO ingezien dat het beter was om samen te kunnen werken in die samenwerking. En daar hebben we van niks aan de vorsten van gehad die daar ook ideeën voor hadden. Ik denk dat ze weer bekeken. Maar ik denk ook even aan die vorsten die naar hem zijn gekomen. We hebben een titelvorst gehad. Die er toch eigenlijk met gewoon met omzicht in gaan. Het van weer willen spreken. De Nuul hebben bijvoorbeeld ook, zijn ook de uitnodigende partij als het gaat om de blauwe schuut. Nou, dat heeft twee keer een knallende ruzie gegeven in Remun, omdat dan het gemeentehuis de blauwe schuut ontvong. Maar één vereniging in de bier. Ja, en de titel van gelijke monniken, gelijke kappen. Ik ken dat niet meer, hè. Dus als ze dan op een stadhuis komt en de bus en de kleine prins, wie en weer. Dan geeft de alle prinsen van die wieken, die mogen in de optocht mee doen, maar niet als prins. Dan zijn we de prins van de Rooksprekers. Als je dan weer op een receptie geeft, en dan hebben ze een keer door een steeds kind, steeds prins werd, of toen werd ze zoet genodigd,
En de rokstekkers komen binnen, moet alles wat binnen is, moet wachten tot er de rokstekkers zijn geweest. Ja, dat zijn zaken, ja, die zijn niet meer van deze tijd. Andere 2006 mochten ze dingen, ook ze dat eigenlijk vergeten. En heel langzaam schuiven die angelvereniging in Limburg ook op naar het model van Remuin. Oh, dat is niet, dat is niet. Ja, ik hoor dat er steeds meer samenwerking werd gecreëerd. Omdat ze dus echt zeggen van nou, we omarmen dat. Want natuurlijk is de nu al jarenlang binnen die SLV natuurlijk in de eindzanger geweest. Dat geeft ook van die angelvereniging in Remuin. Op de kop laat schieten, waarom zit je niet alleen in dat stadhuis? Ja, de stad is van gans Remuin. En de stad is niet alleen van de binnenstad, hè. De gemeente is gans Remuin. En dat de uil riekert hier, dat is duidelijk. Er is ene keer een tientje geweest dat de graandulkers voor twee vaten beer de voorstad hebben gekregen. Hè. Dat is toen waar de dorstig weer van de uil zit. Ja, waar de dorstige tiet geloof ik. Maar dat is dus toen gebeurd, dat is, jongens, spreken over. Een jaar of 65 geleden, misschien nog langer. Maar voor de rest is dat altijd een zaak van de angelverenigingen als er een stoel wil treden. En dan moet je zeggen, de wieken zijn dus nu bezat. De ene CD, geen wieken, dat is Coubertus. En die hebben altijd gedacht, die hebben het ondergronds gebied. Dus we zijn met 14. De plekkers kan altijd toetreden. Dan zijn we met 15 en het gans Remuin is eigenlijk ingedeeld in territoriums. Die mogen ook allemaal, die werden allemaal separaat ontvangen. Dus, op het stadhuis, als het gaat om Hermedali. Maar als voor de rest is het collectief. De burgemeester Steter, Sjaak voor de rest nemen ze uit. Er is ook niet gezegd van nou, vandaag spreekt de uren eerst of werd de uren eerst genoemd. Er spreekt dus nemen ze wel op het stadhuis, als alleen de ceremoniemeester. Dat is al jarenlang Leon Evers. Daar maak ik wat vreugdjes voor per vereniging, omdat dat bij mijn taak hoort. En de burgemeester duidt iedereen met de stadsverdali. Bedelen. Het is nog heel lang geweest een traditie in alle steden dat de stadswasseloersvereniging de laatste in de optocht was. Ja. Hierdoor met TV11 de optocht elk jaar versloom. Dan hebben ze dus gezien dat er een paar jaar geleden een kentering kwam. Ja. En dat die de Nul als eerste ging. En dan vervolgens daarachter op de hoek waar ze dan al geweest waren op het Statieplein. Als we een ontvangstcomité waren. Ja. Allemaal prima. En dan denk je, woester. En dat werd ook allemaal met een smile ontvangen. En ja, we kunnen gelukkig met elkaar door één deur. Maar dan moest constant het menu het proces bewaken. Want doordat ze met 14 bent en iedereen wil nog iedereen op receptie gaan. Ja. En je bent al gauw een half uur gekwiet. Dat telt me goed, alleen met de 14 verenigingen. Dan moesten er 13 naar bezoekers. We zijn al 6,5 uur kwijt. Ja. Dan hebben ze nog vereniging van Boete af, die de ene heeft. Maar dat is wel, als je nu zo'n kort seizoen hebt, wat mij op is gevallen in dit seizoen in zo'n jaar. Dat ze dan op een gegeven moment op recepties komen, wordt helemaal leeg is. Dus dat de verenigingen veel meer gejaagd zijn en zich dat eigenlijk goed minnetiet kan, zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Ja. En nog een verschuiving heb ik gezien, toen stipte ze dat eigenlijk ook al aan. Vroeger had ze allemaal politici die allemaal een functie hadden, een sprekende functie in de vereniging. Dat is ook allemaal bino niet meer. Ja, Boete de Nul en de Jos zitten weer nog in de politiek. Dan moet je even goed nadenken. Ja, ze komen weer langzaam op. Maar ze komen niet meer op als de spreekstalmeester. Er zijn meer, precies bijvoorbeeld in Zwamen, dat een paar man die in de rood zitten, die doen aan de bordje over. Ah, zo. En dus jullie zitten op een andere manier in de vaste, ja, maar de vaste land huurt bij die stad en nu bij de dorpen, bij die debiezen gekomen. Dus op een of andere manier, vroeger had ze Frans van Hel leek, daar was ongetekend, daar had ze leken op zijn haar zooien. Dus overal was er wat emers die ook in de link had met het stadhuis. En misschien is dat wel de kracht geweest van het feit dat we met hebben kunnen doen. Hè. Als we die niet hadden gehad, die ingang in het stadhuis, was het misschien nog steeds zo geweest? Nee, want wij hebben ook in een grote altijd, dat begon eens Bergkorks geweest. Ja. Waar die is ook, zeker de vastelavond, wermer te drogen, nog een stadhuis goed heeft binnengebracht, dacht ik zo. Een grote voorbeeld was Bergkorks. We hebben twee keer een groot vos gehad, benoemd door. Ja. Door de toenmalige vrienden. Eerst was dat Johansen. Johansen, ja. Dr. Anders Nemes. Dat was de voorganger, daar waren het kadetten wie na het inkamp, ja. Dat heb je rondgelopen, of adjudant, of wie ze dat nooit noemde. Het is niet zo helemaal meer, ik ken dat uit de geschiedschrijving. En daarna is Bergkoks gekomen, hè. Opgekijken toe Bergkoks. Ja. Dat waren de laatste in het Rieke. En toen zijn ze op de samenwerking gegaan, overgegangen. Dat was de eerste man, Frans van L.A. Die heeft dat gedaan een paar jaar. En toen heette dat mij, of ik dat voor één jaar wil doen. Ja, dat is nu 4, 2 jaar geleden.
Dus ik doe dat nog steeds. Maar ik doe meer het proces bewaken en de recepties regelen, zodat ze dus niet met 8 man tegelijk die receptie binnenvult. Ja, en dan heb je natuurlijk binnen die vereniging dus eerst wel zo'n slecht momenten, maar wie van u kunnen nog naar een café gaan? Ja, het is zo, de kind sowieso maar 1 keer gaan en de rokende mens moet buiten blijven staan. Ja. Maar dus die gezelligheid wat vroeger eigenlijk allemaal was, dat is een beetje voetsie. Ja, ik merk dat ook. Als je dus dat gelu hebt, zoals met 20 mannen en toch alleen, je stond er nog meteen. Waar zijn die? Ja, allemaal voeten, een sigaretje open. Ik ben zelf ook ooit prins geweest en dan heb ze zo'n receptie. Die mensen die wachten gewoon tot de volgende spreker komt. En wat hij te vertellen heeft, wat hij wel metbrengt. En dat mis ik eigenlijk weer allemaal een beetje. Ja, maar toch heeft ook te maken met de expansie van de vereniging. We hadden vroeger een rood van 11. En dat waren het dan, hè. En als je die 11 man bij één had, 11 mutsen, dan was ze compleet. Op het ogenblik lopen door Gardens bier, lopen door Vrolij bier. Vroeger was de Vasteloven ook een echte mannenwereld, hè. Dat waren ging maar al die iPhones. Dus was dus toch geen vrouw in beeld. Niks. Nee, niet in beeld, maar dan ook wel. Ja, nee. Die kwamen er nog in. Maar die kwamen in de foto, hè. Ja. Maar de echte statiefoto's, hè, of dat nu over de Breer was. Wat IJzermans opregen. Ik zie dat met het Breertje op die donder. Allemaal 11 heren. En er stingen de prins tussen. Ja, snoer straks, hè. Ja, en dat was bij de nu precies hetzelfde. Dus daarna zijn die gezelschappen veel groter geworden. Nou, dan gaan ze acts opbeuren. De eerste, hoef ik tegen je te vertellen, de allereerste die zong, dat was mijn dochter, een liedje was toen nog te binnen geschreven had. En dan spreek ik over het jaar 1984, de Vasteloven is weer daar. Ja. Dat introduceerde weer met het zingen op een receptie. Want we hadden geen kapel, toen nog niet. Nee, en toen gingen we met zo'n dansbriedje, dat duurde de microfoon en hij werd een pleitje opgenomen. En dan ging dat kind zingen. Nou, er is nu geen ene prins meer. Die je niet probeert te zingen. Hè? Nee, want vind ik leuk dat ze dat aanstipt op dat moment. We hebben ook zo het Prinsenslagerfestival gedaan met TV11. En die trend is eigenlijk opgevolgd, het cover LVK. Ja, ja. Maar in de toekomst zijn we weer drastisch van plan om dat weer op te pakken. Want er is een modgewone locatie dadelijk komen waar al die zingende prinsen weer bijeenkomen. Want dat vond je wel een van de spektakels van Remun. Er zijn een paar competities die zijn verloren gegaan. Dat is pas toen nog neus. Die prinsen zingen, hè? Het Prinsenslager Festival, wat dat was. Ja, ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld de spreuken. Ja. Ik heb me herinnerd dat de Gezet vroeger, die hadden een prijs, was ze zelfs bij zichzelf. Ja. Dan maakte een van Edelsmit en Dirkert van de Maas waaien. Die maakte een heel leuke een nacht. En dat was een competitie. En iedereen probeerde natuurlijk een zo machtig mogelijk motto te maken. En dat ging ook van. Van week naar week, we hebben in het jaar 3 keer gewonnen. Maar, met de Oost-Nietse zitten zijn we in het storm. Een heel schoentje pas een kleuntje. En vriend bussen mijn leven, kan behoren het ganse leven. Ja, ja. Ja, dat waren legendarische tieren. Eigenlijk moest dat ook wel eens oppakken. Om die competitie met die motto's weer een beetje nieuw leven in te blazen. Ja, heel veel nieuwe dingen vind je goed. Maar ik vind jou ook... Heel veel aai-dingen wat we hebben gehad vroeger, vind je jammer dat die er niet meer zijn. Ja, maar ik vind, dat is precies wat toen zei, als er gedanst met rietjes of te zingen van de prins zingen, of te vertellen, dat is vroeger, die noemden ze hem net al Frans van Eldijk. Ja. Dat waren een hele grote spreker, maar dat waren de mensen altijd die dikste noes hadden, dat is te kwam. Dat wist het wel te verkopen, zeg ik dan. Maar. Nou, dan loopt de halve zaal plat en veramuseerden ze allemaal. Nou, ik vind dat truc moet komen. Ja, en dat kind is alleen maar terugkomen als je er een andere vorm aan gaat geven. Als je dat geen zo noemt met ganse kuddes onderweg, met 3 bussen, wie ze mee spreken, de kleintjes moeten met de grote, maar dan is dat al geregeld dat op de kleine recepties geen grote meer dulden. Hè? Dus zelfs de jeugdreceptie is al separaat. Hè? De koningin hebben een paar receptie. En als ze dit straks weer geen stoom door, gewoon die vorsten of die spreekstelmeester of wat dat zou mogen zijn, om die ergens op een avond een keer eens lekker met een echte spiegelvuur te haaien. Ja, precies. Ja, dan kun je natuurlijk een geweldig spelen, maar dat moet even immers oppakken. Hè. Dat moet weer immers gaan doen. Opstaan. Ja, en nou, dat hebben ze me genoeg op een start. Ja, op een startje getrapt. Ja, nou, dus ik zou zeggen, er liggen een uitdaging. Als je dus geen mediapartner hebt in deze. En dan hoef ik even te vertellen dat 90% van de media in deze provincie is aan het einde van 1 partij. Ja, dat weet ik. Dus als er een andere mediapartner zijn die door slummert omgaan,
dan kunnen ze deze strijd winnen. En, ja. En dat kunnen ze dus winnen met onze eigen cultuur. Ja, ik hoef dicht hier te vertellen dat TV 11 met name gretig bekeken werd, omdat die prinsen daar opkomen. Dat is één. Ja, en twee is dat via de taal van de mensen spreken. Dat is eigenlijk punt twee. En punt drie is, wat eerder eigenlijk liggen, is dus nu iets van de stad zelf. Ik denk dat dat drie van die dingen zijn, wordt eigenlijk al omgeid. Ja, er zullen ooit wie van meer zijn, maar specifiek omdat vrienden van Vastelavond zitten. Denk je namelijk... Ja, want ik denk dat ik een van de eerste was die Limburgs en Vastelavond op de Remuntje televisie hebben gebracht. Ja. Als je me niet vergis. Ja, inderdaad. Dus juist dat ook steeds meer de kop opsteken. Ik vind een cultuur, Vastelavond is de cultuur die verhoogd moet draaien. En daarmee, daar is ook een gesprek met de gast, het ludieke wat de Remuntje heeft. Zou daardoor nog de dieker weren als ze zegt, die doen het samen gaan organiseren. Ja, precies. Want de Remuint is al heel vaak het LVK geweest. De Remuint is eigenlijk het centrum van Limburg, zal ik bijna zeggen, als het een Vastelavond geeft. Maar wie de buitenkampioen al jaren in de Oranjerie. We hebben een geweldige statie voor statie. Die ook in het begin echt met op punt is gezet door de bezoekers van alle verenigingen. Ik heb het er nog allemaal goed erin. Dat is tegen heel vroeger, en toen zat de Uil nog met name in Hotel de Laatste Station. En toen gingen we weer op het pleintje daar staan, daar was Big Benny bij, daar waren Patrick Gerrits bij. En allemaal dat soort corniveeën waren erbij. En dan stingen we daar in de Noorzel met meteen man te zingen. Ik heb me dat nog goed herinneren. Ja, dat is de dag van gisteren. Ja. En daarna, nu kloppen ze gang aan mensen op de borst, maar zo is het dus niet. De prestatie is juist anders bedoeld wil ze zeggen. Ja, dat is heel erg algemeense bedacht. Ja, maar goed, maar dat is ook het verhaal. Dat wanneer werd de Limburgs gekald, van wanneer werd de Limburgs gekald in BL1? Nadat het weer een keer begon, zei ik, hé, vrek, dat kind toch ook. Ja. Limburgs is ender. In Friesland is het heel normaal, maar in Limburg heeft het heel lang geduurd. Ja, precies. En dat heeft weer te maken, omdat ze in de landelijke koepel zitten. Waar ik nog meer naartoe wil, hoor. Ik zie dan nog een voorbeeld van, op een of andere uuladviesje zo heel vlot voorbij komen. Hoe alleen maar Remuntse artiesten opstingen. Kijk, in statie voor statie vind je echt dat er Remuntse moeten staan. Het echte veel met truc van Remunt. En voor heb ik het erbij, hè? En voor heb ik het grootste bij. Voor hebben alles in eigen hoes. Dus in die zin wil ik eigenlijk afsluiten. Preven spreken ons dadelijk. TV11 heeft een nieuwe locatie toe, een heel grote locatie. En dat is even ons beslist terug. Ik kan alleen maar zeggen, Vastelavond samen gaan in deze zin. Nou, we gaan eens kijken of de schminkers klaar zijn. Hallo! Nou, we gaan weer kijken naar het resultaat. Het is gaat geworden, ja. Nou, laat kijken. Ik zal beginnen hier. Dit is leuk voor de kleinere meisjes. Die Easteren met Elsa en Frozen en Anna. Dus ik heb ook inderdaad de roze tinten gebruikt voor de Anna fans. De blauwe tinten voor de Frozen fans. Voor de Elsa fans. Ja. Dan heb ze hier. Hij moet eigenlijk doorgaan als monster zinnen. Want ik zal even een beetje de pruik weghalen. Dat is meer voor de jongskes. En die vinden dat natuurlijk wel geweldig om erbij te lopen als een of andere monster. Ja. Dan kregen we hier een soort fantasiemasker. Dat is voornamelijk met schablonen gedaan, met de losse penseel. Dit is inderdaad split cake met een sponspenseel. Inderdaad een beetje... panterprintje erin, een schone... Prachtige wimpel, die maken het inderdaad af, natuurlijk. Ja, chic, wow. En dan krijgen we nodig gaat hoe ik helemaal gek op ben. Dat is helemaal de trend dit jaar. Dat is steampunk. Zesde zus, qua schmink dan althans, is het voornamelijk tandwielen, een klok, allemaal dat robuust, dat rock retro meer, zeg maar. Ja. Dan hebben we ook bijpassende pekjes van, een zonnebril en een zeekant. Ja, ik heb nog verteld, dit is het, 2016, dit is de trend. Ja. Dat vlucht er bij ons bij Timmermans echt goed. Ja, en wim hebben ze dan allemaal gevraagd voor te schminken? Natuurlijk, mijn collega's. Want die mannen in de weekend, dan mannen die ook... Schminken. Zit je ook, je komt moedig zelf of onder dwang? De carnaval komt eraan. Je weet wat je terug moet halen voor het pakje wat helemaal in is in 2016. En de tips en trucs over wie je kunt gewoon schminken. Voor zinnig jaar na de carnaval terug, bieden ze het inval. Bied TVL.